Ja, nee, waar moet die paatsje er zijn? Paatsje is denk ik heel erg belangrijk voor patiënten en hun naasten. Niet alleen voor informatie, maar ook voor ontspanning. Paatsje is een plek waar je denk ik als patiënt jezelf kan zijn. Niks moet, alles mag. Paatsje moet een plek zijn waar een luisterend oor aangeboden wordt. Dus dat je als patiënt of naaste daar naar binnen kan en gewoon eens eigenlijk kan ontsnappen aan al het medische. Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. En positiviteit, dat moet het uitstralen. Als je in die medische sleur komt, je stapt het Erasmus binnen, overal zie je witte jassen, mensen hangen aan je bed. Je ziet, mensen hebben het over termen en woorden waar je nog nooit van hebt gehoord, geen idee. En dat is echt een molen waar je in terecht komt en waar je natuurlijk ook in terecht hoort te zijn. Je hoort daar te zijn. Maar patio moet juist iets zijn wat hetgeen aanvult, wat je als patiënt heel erg mist in het ziekenhuis. En dat is positiviteit, maar ook informatie voor hulp. Als je het ziekenhuis, zodra je het ziekenhuis uitstapt, dat er ook hulp voor is.